In deze vijfde week van de 40 dagen tijd staat de ontmoeting van de profeet Elia met God op de berg Horeb centraal. Elia verslaat in zijn eentje 450 Baal-profeten op de berg Karmel. Daarna laat hij ze gevangen nemen en doden. Maar als koningin Izebel dit hoort, is ze woest en laat Elia weten dat ze wraak op hem zal nemen. Elia raakt in paniek en vlucht alleen de woestijn in. Daar ziet hij het niet meer zitten en smeekt hij God om zijn leven te nemen. Maar waar Elia op wil geven, geeft God nog niet op. Een engel geeft Elia eten en drinken en na een reis van 40 dagen en nachten bereikt Elia de berg Horeb, de berg van God. Daar heeft Elia een ontmoeting met God. Een storm, aardbeving en vuur komen voorbij. Maar in de stilte stelt God aan Elia de volgende vraag. Waarom ben je hier? Elia lucht zijn hart bij God. Heer, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten, maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Elia weet niet meer wat hij moet doen. God geeft Elia een nieuwe opdracht en de moed om terug te gaan naar waar hij vandaan gekomen was. Net als Elia kunnen er momenten in je leven komen waardoor je in paniek raakt en niet meer goed weet wat je moet doen. Je mag weten dat je op zulke momenten je hart mag luchten bij God. Hij wil je helpen door je nieuwe moed en richting te geven.